In 1964 kwamen Marokkaanse gastarbeiders voor het eerst naar België. Nu zijn we generaties later en hebben we ondervinden dat er weinig beeldmateriaal beschikbaar is. En aangezien dit jaar Maasmechelen 50 jaar Marokkaanse immigratie in België viert, vonden wij het een goed idee om op zoek te gaan naar iemand uit de volgende generatie, die naar België is verhuisd om een bepaalde reden. Ik ben Felal Siham. Ik ben 33 jaar. Ik heb een zoontje van 2,5 jaar. En nu, ik ben zwanger. Ik ben geboren in Casablanca. Ik heb 2 broers en ik heb 3 zussen. Dat was het. Groot verschil. Hier is kalm en rustig. En ja, en daar. Ja, heel druk. Niet, geen rust. Ja, en wat. Zoals je ziet was de werkstelling niet de enige reden dat Marokkaanse mensen naar België verhuisden. Sommigen komen naar België om herenigd te worden met familie of hun geliefde. Zelfs na 50 jaar zijn er dan nog mensen die alles achterlaten in hun vaderland om alles opnieuw op te bouwen. Zou u dat ook kunnen?